Rob, we staan bij de auto voor de Formule Regional bij Alpine. European Championship bij Alpine, moet ik zeggen. Is één van de klasses die jullie gaan doen. Het wordt een knotsgek jaar, denk ik, als er met de Formule 3, de Formule 2 erbij. Ja, we gaan het wel druk krijgen. Ja. We zijn op een hoop verschillende fronten actief. We gaan Formule 4 doen in de bestaande kampioenschap waar we al deelnamen. En inderdaad de Regional waar we hier mee bezig zijn. En Euro Formula Open Formule 3. En dan ook nog via Formule 3 en Formule 2. Dus alles bij elkaar gaan we 20 auto's doen. Dus we zijn veel van huis. Ja. Formule 3 hebben we natuurlijk al ervaring uit het verleden. Toen zat ik er nog iets anders uit natuurlijk dan nu de via Formule 3. Formule 2 wordt helemaal nieuw. Hoe kijk je daarnaar uit? Nou, wel positief. Ten eerste hebben we die via Formule 3 die wij toen deden, het Europese kampioenschap, dat is eigenlijk de huidige auto van de Euro Formula Open. Dus dat is voor ons toch een soort van doorgegaan. En de via Formule 3 en Formule 2, dat is dan een nieuw concept auto, een ander type auto. Daar hebben we nu vorig jaar al mee getest met de Formule 3 op Valencia en Formule 2 op Abu Dhabi. En we zijn net vorig weekend teruggekomen uit Bahrein. Het functioneerde goed met de teamleden, de auto's functioneerden prima, dus ik ben wel positief gestemd. Als je ziet waar Van Amersfoort Racing vandaan komt, dan is het ongekend, denk ik, wat jullie nu allemaal gaan doen. Het is wel inderdaad letterlijk ongekend, want je weet het nooit helemaal zeker, maar volgens mij zijn wij wereldwijd de enige die nu in al die klassen uitkomen. Er zijn natuurlijk zat teams, à la Carlin en P, die allemaal ook in veel van die klassen uitkomen. Maar dan zitten zij net weer in een klasse waar wij niet in zitten. Maar volgens mij is er geen enkel ander bedrijf wat in alle klassen behalve de Formule 1 zit. Ja. Jullie kijken natuurlijk vooruit naar de events die gaan komen, naar de races die gaan komen. Maar kijk ik wel eens terug? Nou, daar hebben we meestal niet zoveel tijd voor, moet ik eerlijk zeggen, om terug te kijken. Op het moment dat we terugkijken, zijn we alweer met het volgende bezig. Nou ja, het hangt een beetje vanaf waar. Kijk, we kijken terug natuurlijk met een bepaalde trots op wat we gedaan hebben. Dus dat is zeker waar. En onderling, en ook als we het uitleggen aan andere mensen, eerlijk gezegd, is dat eigenlijk dat het wel vaker terugkomt. Je denkt, ja, het is toch wel aardige staat van dienst wat we gedaan hebben. Onze engineers kijken natuurlijk vanuit een andere invalshoek terug op wat we gedaan hebben. De prestaties technisch en qua resultaten, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar we kunnen zelf ook wel genieten nog van wat we wel bereikt hebben hoor, tot nu toe. Wat kunnen we verwachten van Amersfoort Racing in 2022? Nou, hetzelfde als altijd. Ontzettend ons best doen om succesvol te zijn. Elk jaar begin je eigenlijk weer opnieuw. Formule 4 hebben we nu weer een nieuw type auto. Ik zal niet zeggen dat je helemaal met een blanco blad begint, natuurlijk niet. En we hebben er al wel over nagedacht, hoe moet het ongeveer. En gisteren zijn we voor het eerst met die nieuwe auto's gaan testen op Misano. We waren wel gelijk van de 20 auto's weer 1, 2 en 3. Dus het ziet er wel goed uit. Maar ja, nogmaals, ook dat testen in deze tijd zegt niet zo heel veel. Je weet nooit, dat noemen ze een heel mooie sandbagger natuurlijk in de autosport. Je weet nooit precies wat de rest aan het doen is, of ze het achterste van hun tong laten zien. Dus je kan je alleen maar concentreren op je eigen werk, je eigen programma, wat je af wil werken om te zien of je alle boksen kan klikken, zeg maar, dus, om het maar zeer goed Nederlands te zeggen. Kom je er vanzelf achter waar je staat ongeveer. Maar de eerste meetpunt, zeg maar, is natuurlijk gewoon toch wel de kwalificatie van het eerste evenement. En dat is voor, ook al is het in een klasse waar je met nieuwe rijders weer opnieuw begint aan een nieuw programma, maar wel bestaande auto en nieuwe klassen, nieuwe auto's enzovoort. Ja, het zijn allemaal, je doet je best om het goed mogelijk voor te bereiden. En dan moet het toch op een gegeven moment gebeuren tijdens het eerste raceweekend. Dan zien we het wel. Met enkele nieuwe namen had je het over nieuwe rijders. Maar bijvoorbeeld Emerson Fittipaldi is erbij gekomen. Ook Martinius Stenshorne, die veel gewonnen heeft in de karting. Er willen veel buitenlandse talentvolle rijders bij Van Amersfoort rijden. We hebben Robert, waar we denken hoge ogen mee te kunnen gooien. Met Cas ook zeker. En de andere rijders, wat je zegt, Fittipaldi en natuurlijk Stenshorn, zijn jongens die zich bewezen hebben in de kartsport. Die nu aankomen in de autosport, maar wel ook tijdens de testdagen al heel veel potentieel getoond hebben. Dus ja, daar zitten wel een aantal tussen waar we wel hoge verwachtingen van hebben. Ja. Formule 3, Formule 2 gaat Van Amersfoort dit jaar voor het eerst doen. Is nog één stapje hoger. Ja, maar dat is niet een stapje hoger hoor. Dat is echt een. Nee, ik denk je moet realistisch genoeg zijn om te zien
Je kan succesvol zijn als je ook om kan gaan met je eigen beperkingen. En ik denk dat Frits en ik sowieso per definitie niet heel erg in de wieg gelegd zijn voor een Formule 1 wereld. Dat sowieso, maar het heeft ook los daarvan. Nederland is natuurlijk eigenlijk te klein voor dat soort dingen. En er zijn natuurlijk van die mooie uitspraken. Het kost een miljard om een Formule 1 team te beginnen. En nog eens een keer een miljard om het succesvol te maken. Nou, daarin is natuurlijk Nederland eigenlijk wel net een te klein land. En ik denk wat we nu aan het doen zijn, daar hebben we man en macht bij nodig om dat allemaal te organiseren en neer te zetten. En als we dit allemaal succesvol kunnen maken, dan hebben we al veel bereikt.